Deze nieuwsuitzending die gaat over Srebrenica en wat ik daarvan weet. Een opdreuning van feiten. Dat is ook echt bedoeld voor te luisteren voordat je gaat slapen. Ik pak even een URL erbij. Interview. Perry7. Dat is mijn website. .nl. En dan staat er bovenaan interview met Claudia over de wereldpolitiek. En Claudia ken ik. Dit interview is uit 2013. En ik heb Claudia gisteravond nog gesproken. Zij is bonensoep aan het maken. Het interview duurt een half uur. Dit is Claudia. Het geluid doet er niet zoveel toe. Ik ga het niet helemaal afspelen. Zij komt uit Tuzla. Ze heeft een Mohammedaanse man. Nee, we gaan niet anders als je dit helemaal wil luisteren. Dat is wel leuk. Van haar weet ik over het verhaal van Srebrenica. In Nederlands zeg je Srebrenica. Nou, daar moet je zeggen Srebrenica, denk ik. Het aardige is dat ik kom uit Nederland. En zij niet. Zij komt uit Joegoslavië. En in Srebrenica, daar zat een bataljon van de Verenigde Naties. Of de NATO. En dat bataljon heette Dutch Bat. Dutch Battalion. Onder aanvoering van een man en die heet Karmans. Nou, dat heeft die man geweten. We pakken het er even bij op de kaart. Dat kan een leuk plaatje. Kijk hoor. Maps. Google. En dan Srebrenica. Srebrenica. Bosnië-Herzegovina. Hier moet het dus zijn. Dit was de enclave. Die enclave was bedoeld als een vluchtplaats, een sanctuary, voor Mohammedaanse mensen. Het Mohammedaanse geloof. Het boek, de Koran heet dat. Dat is hoogst waarschijnlijk door de katholieke kerk laten schrijven. Dat is een boek, dat is niet zoals de Bijbel. De Bijbel is de eerste letter van de Bijbel, eerste letters. In den beginne schiep God hemel en aarde. Die zijn waarschijnlijk 1400 jaar voor onze jaartelling opgeschreven. Door iemand die wij eerbiedig noemen, Mozes. De Koran is geschreven in tientallen jaren. 100 jaar, 300 jaar hooguit. De laatste hand aan de Bijbel is gelegd in het jaar 100. Dus de Bijbel is een boek, daar is 1500 jaar
aan gewerkt. De katholieke kerk heeft een grote hekel aan mensen die zich daaraan vastklampen. Hetzelfde kan je je voorstellen in de muziekindustrie, dat er ergens een band is en dat je als marketingman denkt, nou, er mag wel eens wat nieuws komen, want iedereen luistert maar naar de Beatles. Of Mozart, Bach. Het is tijd voor wat nieuws. Met als doel dat mensen ons gaan betalen. Nou, dat is de katholieke kerk. Geldgeorganiseerde organisatie. Het gaat bij de katholieke kerk om het geld. En als je me niet gelooft, dan ga je kijken naar die film In de Naam van de In the Name of the Rose. In de Naam van de Roos. Dat is een film gebaseerd op het boek van Umberto Eco. Dat was een Italiaanse politieke wetenschapper. En die zit dan een leuk verhaal te vertellen over hoe de boel in elkaar zit. Daarin wordt gezegd dat de katholieke kerk niet kan bestaan zonder geld. Geld hebben ze nodig. En niet een klein beetje ook. Geld is alles waar het om gaat bij de kerk van Rome. Ik ben even mijn sigaartje aan het opsteken. Ja, nu werkt hij. Ja, Rome draait om geld. Geld draait om Rome, mag je ook zeggen. En dat doen ze in principe via het geloof. Vroeger waren ze uitsluitend gewelddadig. Ja, dan kregen dat christendom en dat zei, wij zijn er niet gewelddadig, dus we hebben met jullie niks te maken. Dus ja, die gein die ging voorbij. En toen hebben ze besloten om het geloof over te nemen. Iedereen elke zondag naar de kerk. En als je leven voorbij is, dan doneer je je eigendommen aan de kerk. Nou, dat levert in eerste instantie niet zoveel op, maar op de langere termijn wel. Op voorwaarde dat iedereen doodgaat. Maar mensen gaan toch allemaal dood? En dan doneren aan de katholieke kerk. Dat is de truc. En dat je via... Dat katholicisme, dat is een strikt georganiseerde geloofsorganisatie. De SS van Adolf Hitler is geformeerd conform, die bestaat sinds 1540, een hele strikte orde. De Sociëteit van Jezus noemen ze dat. Interessant verhaal. Hoe je een organisatie vormgeeft. En die katholieken, die hebben dat geweldige systeem opgezet. En verwachten dan dat wij allemaal mee gaan doen. Nou, dat doen we helemaal niet. Niet allemaal. Ik bijvoorbeeld, ik heb ooit bij de Pinkstergemeente gezeten. En daar heb ik gitaar gespeeld. Een Bijbel lezen, dat deed ik zelf wel. En ik ben naar Bijbelles geweest. En dan kregen wij ook
kaartjes uitgereikt. En Tom, dit zijn de Bijbelteksten voor de bespreking van volgende week. Dat hielp, dat is leuk. Het is leuk om samen een Bijbel te lezen. En dan vers voor vers. Dat kostte geen drol. Ik heb daar nooit voor betaald. Ja, ik heb betaald voor de bus en de tram. Maar in die dagen had je niet die belachelijke OV-chipkaartprijzen. Omdat, joh, de prijs van de treinreis is omhoog. Want de automatisering, nou, dat kost klauwen mijn geld. Ja. Ja, vroeger hadden we een strippenkaart. Nou, dat was niet meer nodig. Hebben we afgeschaft. Maar, zo. Maar in die tijd was het heel goedkoop. Ja, dan betaalde ik voor een kopje thee. En dan denk je aan iets als 60 gulden cent. Dus 20 euro cent. En die man die dat op dinsdagavond draaide, die deed dat uit liefde. Het hield hem van de straat. Niet dat je naar de Pinkstergemeente moet gaan. Dus ik wil geen reclame maken. Ik ben naar de kerk geweest. Dus van geleerd. Hele mooie mensen ontmoet. Jonge mensen. Mensen van mijn eigen leeftijd. En ook met ouderen die er ook wel, ja, ook wel leuke dingen deden. Goed voor elkaar zorgen. Zo goed mogelijk. Dat is een Ecclesias. Een gemeente. Nou, de Pinkstergemeente, dat formele geloof, vrijwel elk formeel geloof, is geïnfiltreerd door de katholieken. Als er maar ergens een kerkgemeenschap ontstaat, dan kan je tot 10 tellen. En dan krijg je er een lid bij, en die is van de paus. In de jaren 60 het Tweede Vaticaans Concilie gehad. En het protestantisme zou voorbij zijn. Nou, dat is niet voorbij. Want in het Oude Testament staat in Exodus hoofdstuk 20 als tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld maken en daarvoor knielen. Dus nee, wij hebben geen behoefte aan een militair georganiseerde groep mensen met de paus aan het hoofd en dan wij knielen voor de paus. De paus heeft het ook gewaagd om te zeggen dat dat wat in de Bijbel staat niet het woord van God is. Zijn woord is het woord van God. Ja, je moet het lef maar hebben om dat te durven zeggen. Want als ik zeg dat sneeuw vanaf nu zwart is, dan is sneeuw zwart. Als ik zeg dat 2 plus 2 vanaf nu 5 is, dan gaan jullie de rest van de wiskunde maar verbeteren. Ja, zo is de paus. En ik buig daar niet voor. Never, nooit niet. Ik geloof. Ik weet zeker. Dus. Ik geloof. Dat de 10 geboden. Als je er daar maar één van overtreedt.
En ben je de bok? Dan doe je niet meer mee. En die katholieken, die denken dan, ja, nee, het is maar één gebod hoor, wat wij met een korreltje zout nemen. Want dan maken we een mooi Mariabeeld en dan zeggen we, heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Hoe gaat dat ding ook alweer? Je bidt tot Christus ter vergeving van je zonde? En nee, die hoef ik niet te weten. Wat maakt mij het uit? Je biecht het op aan Christus en dan zeg je, nou, wat zullen we doen? Nou, dan zegt Christus tegen jou, nou, weet je wat, ik ben voor jouw zonde gestorven aan het kruis. En als we nou afspreken dat jij het voortaan niet meer zo doet zoals je het gedaan hebt, dat we het hebben over een verbeterpunt in jouw bestaan. Gaat heen en zondig niet weder. Dan ben je klaar. En dat ga je geloven. Dat is een heel ding van die katholieken. Dat ze weten dat mensen hechting hebben. Zondaars zijn. En daar gaan voor lopen beuren. En daar gaan we geld aan verdienen. Er valt helemaal geen geld te verdienen aan zondaars. Iedereen moet van zijn zonde verlost zijn. Niet zelfs, niet straks, maar heute nog verdomme. Zonde, dat geeft een schaduw over je leven. Dan ga je denken dat iedereen in je omgeving ook een zondaar is. Nou, nee, dan word je leuk voor je omgeving, hoor. Ja, ik was een eikel. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik allemaal eikels. Nou, en dan ga ik die eikels even lekker te kakken zitten. Ik ken jullie. Ik heb het liever niet. Ik heb liever dat je de Bijbel begrijpt. Een Bijbel dat kost je tegenwoordig €8,95 bij mij om de hoek. En als je niet weet wat ik bedoel met om de hoek, dan kunnen we ergens afspreken op een door jou gekozen locatie. Dan betaal jij mijn treinkosten en dan krijg je hem. Voor een glas witte wijn. En €8,95. Dus wat kost het jou bij elkaar als je de moeite neemt om naar Arnhem Centraal te komen? Het ligt er een beetje aan of je een OV-chipkaart hebt, maar de kortingsdinges. Misschien woon je in Westervoort. Dan kan je met de fiets komen. Vanuit Doesburg met de fiets. Dat is makkelijk te doen. Dat kost je niets. Kost je €8,95 en een glas witte wijn. Voor mij. En als dat laatste er niet af kan, nou, dan krijg jij een glas witte wijn van mij. Doen we het zo. Dan kom je maar langs. In Café de Wacht. Waar het laatst lekker druk was. Was zo blij. Stampers vol met mensen. Allemaal kletsen, 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 kletsen. Als haringen in een ton. Dat kost je een Bijbel. En als je dat niet wil, als je dat nog te ingewikkeld vindt. Je hebt online de King James. Ik vind het niet lekker lezen hoor, maar. Het. Ik gebruik zelf mijn NBG, die is al zo half versleten. En die ben ik aan het bekladderen. Vertaalfouten, nou serieus. Ik zou wel willen weten wie de NBG vertaald heeft van de Koning Jacobus Bijbel.
zitten een paar hele gekke moves in, hoor. De NBG begint ook met: in de beginnen schiep God hemel en aarde. Nou, dat correspondeert direct met de King James. Daar valt geen speld tussen te krijgen. Maar daarna begint het. En dan hoor ik dan via internet allemaal mensen dat hebben onderzocht. En dat het hele verhaal van de Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel, dus de NBG, dat daar een luchtje aan zet. Ik denk, oh, komt het daar vandaan? Dus je kan beter de originele King James nemen. En dan maar wachten tot er een sukkel is. Of, waarschijnlijk een hele hoop sukkels hebben. Die het wel goed opschrijven. Vertalen in het Nederlands. Er is een groot verschil tussen het woord misdrijf en het woord straf. Als er in de King James staat punishment, dan heet dat op zijn Nederlands straf. En niet misdrijf of misdaad. Want dat is geen straf. Dus pas op met die NBG-vertaling. Daar kan je gekke dingen van denken. En we hebben de Koning Jacobus Bijbel, de King James, uit 1611. En dat is de consensus. Meer over religie of spiritualiteit valt er niet te zeggen. Ja, maar ik wil graag naar een boeddhistisch klooster. En dan, ja, voor 3 maanden lang. En dan moet ik elke dag gangen dweilen. En als ik niet goed oplet, dan word ik met een stok geslagen. En dat doet dan een best pijn. En die voel ik dan niet omdat ik boeddhistisch ben. Ja. Wat mij betreft ga je liever naar een SM-studio in het zuiden van Limburg. En dan ga je je daar maar gedragen. Is een stuk goedkoper, hoor. En dan krijg je in 2 dagen tijd zoveel op je kont. Dat staat gelijk aan 3 maanden in een boeddhistisch klooster. En de boeddhistische kloosters, by the way, zijn overgenomen of opgericht door de katholieken. Dat ik het even snapt. Hoe dat katholicisme helemaal als een schimmel met allemaal draden en miscellanium over de hele wereld zit. Arthur Schopenhauer heeft heel mooi gezegd: de wereld is een beschimmelde bol. Ja, hij wist de naam van de schimmel niet. Het is een schimmel, dat katholicisme. En wat ze uitvreten. En dat allemaal ondergronds. Want dat is de karakteristiek van een schimmel. Die houdt zich verborgen. En dan krijg je allemaal paddenstoelen. Die rare atoombom. Hoppa, daar zijn ze weer. En onze manier om van die schimmel af te komen is dat wij de Bijbel zelf gaan lezen en ons daarnaar gaan gedragen. Dan heb je voor de rest echt nergens last van. Dan mag je doen wat je wil. Doen wat je wil. Do what thy willst. That is the whole of the law. Doe wat je wil is de geheelheid van de wet. Is de totaliteit van de wet. Er is maar 1 wet. En die luidt: doe wat je wil. Dat is Aleister Crowley.
Nou, dat mag niet, want dan overtreed je een van de 10 geboden, of misschien wel 3. Wat hij heeft uitgefroten. Want Aleister Crowley heeft daadwerkelijk dingen gedaan. Die heeft mensen gek gemaakt. Er is een getuigenis van een van zijn discipelen. En die is beland in de prostitutie. Want meneer Crowley was klaar met zijn project. En die dacht, ik ga weer wat anders doen. En wat maakt mij het uit wat jij gaat uitvreten in Londen. Doe maar wat je wil. En die vrouw is beland in de prostitutie. Waarschijnlijk gewoon om te kunnen eten. Om een brood. Ja, ik heb honger. Oké. Dat niet. Voor de rest alles wel. Als jij je houdt aan de 10 geboden, mag jij doen wat je wil. Dat is de heelheid van de wet. Je leest je Oude Testament, je begrijpt dat. Je gaat snappen dat het Nieuwe Testament de invulling is van de wet en de profeten. En je gaat doen wat je wil. En de katholieke kerk die houdt daar niet van. Die wil alles overnemen. Die wil dat we naar gekke gebouwen gaan met gargoyles. En andere stomme stenen stapelarij. Maar wat moet ik met een vrijmetselarij? Wat is er mis met laagbouw? Die lange torens. Ja, ik zit me een beetje feng shui te zeuren over de katholieken. En ik ga het hebben over Srebrenica. Want dat is een smerig verhaal. En daar weet ik details van. Hoi. En dat moet toch. Ja, dat moet eruit. Hè. En in de context plaats. Dat je goed weet wie het in elkaar zit. Dus hou even dat rode stipje in de gaten. Dus Srebrenica ligt in de buurt van Obadi. En daarboven heb je Potocari, denk ik. En daarboven zit Bratunac. We hebben Kravica. Probed, denk ik. En dan meer naar links heb je Militie. Maar hier zit dan Srebrenica. En waar zitten we nou precies? Hou die rode stip in de gaten. Waar bevinden we ons bij? Oké, we zitten een heel eind van. Even kijken, dit is dan 20 kilometer, is zo'n stukje. Dus heb je vanaf Sarajevo, is het 20, 40, 60, 80 kilometer van Sarajevo. Ja? Daaronder heb je Mostar. Dat is dan weer iets van 60 kilometer naar het zuiden. Dan heb je hier Kroatië. Oh, daar kan je verhalen over vertellen, man. Wat ze hebben uitgefroten hier. Dit is een Serbia. Servië. En Srebrenica ligt dus in Bosnië en Herzegovina. Waarvan de hoofdstad Sarajevo is. Maar het is grensgebied. Onder Montenegro, een zwarte bergenland. Dus Monte is een berg en Negro is zwart. Hier heb je Kosovo. Oh, en daar zit Skopje in Macedonia. Zo spreek je dat uit, hè? Macedonia. En hier begint Albanië. Met de hoofdstad Tirana. Het is een ongelooflijk mooi gebied om op vakantie te gaan. Ik denk vooral Kroatië. Met
Oh, die eilanden. In Slovenië, Hongarije zit erboven, dat is het Balatonmeer. En dit is allemaal Roemenië? Zo, wat is Roemenië groot, zeg. Met Boekarest als hoofdstad. Dan heb je Bulgarije eronder. Met Sofia. Dan kan je gelijk dat Cyrillisch leren. Je hebt die, even kijken, dus die R achterstevoren, dat is een A. Die N achterstevoren, dat is een I. Daar staat een Phi. Ik zal hem even uitvergroten. Waarom niet? Dat toch, ja. Okay. En dan die C, dat is een S. Dus heb je de So en dan krijg je de Phi. Dit is een I en dat is een A. Dus Sofia. Dat je even weet waar je bent. En hou die rode stip in de gaten. Even voor de grote duidelijkheid. Als je nog meer uitvergroot wordt. Hier heb je Italië. De laars van Europa. En daar zit dus Srebrenica. Wat de F deden wij Nederlanders daar. Want nu is, dit is 200 kilometer. Dus dan hebben we hier dan nog 400 kilometer. Zie ik nou. En dan 600 kilometer. En 800. 1000. Ja. Gewoon in een rechte lijn gemeten praat je over dik 1000 kilometer. En dan nog al die wegen. Want je kan niet in een rechte lijn vanuit Nederland naar Srebrenica. Dat is heel... Wat deden wij daar? Is dat een grapje? Nee, dat is helemaal geen grapje. Want ik heb hier in Arnhem in het café De Wacht gezeten met een man en die had een hele mooie tatoeage, namelijk een barcode in zijn nek. Hij was bezig met posttraumatische stress disorder verwerking. Een hele mooie opmerking van hem vond ik dat hij toen hij een halve liter, dat is dan bijna een halve liter, dat is Grols bier. Dat is een beugelfles. En hij deed zo pop. En dan toek 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 toek. En hij zei tegen mij: ik snap er niks van. Ik zit me hier helemaal vol te drinken. En wanneer word ik nu een keer dronken? Hij heeft in Srebrenica gezeten om die enclave te verdedigen. Onder Karamans. Ja, maar hij was dus eigenlijk een hele terroristische, een militaristische eikel. En die wilde graag met guns. Ja, hij heeft wel zijn kloten gekregen. Nou, ik had het nooit gedaan hoor. Het punt is dat die man dacht dat hij vredesmissie zou doen. Kan je zeggen, wat een domme man is dat. Hij had toch al lang naar Alex Jones moeten luisteren. En Alan Watt. En hij had toch moeten weten dat dat niet kan. Want dat iedere soldaat voor de gek gehouden wordt. Hij had toch op internet moeten weten dat Zbigniew Brzezinski heeft gezegd. Of die andere... Nee, dat was die andere lelijke man.
Maar Zbigniew Brzezinski is ook heel erg lelijk qua hoofd. Dus laten we doen alsof Zbigniew Brzezinski het gezegd heeft dat soldaten niets meer zijn dan pionnen op het schaakbord. En als je dan wil weten wat de ernst is van die uitspraak, dan ga jij maar een keer een potje schaak winnen nadat je de 30 verloren hebt. En dan leer je wel je pionnen te offeren. Een beetje grootmeester doet dat. Dan speel je koningsgambiet. Of damegambiet. Oh, je hebt ook nog de andere gambieten. Van niet één pion. Nee, ben jij gek? Twee pionnen. Hoppakee. Weg met die pionnen. En hup, die toren erin. Hopper, stelling klaar. Alles open. Want die pionnen heb je alleen maar last van. Nog een keer. Die staan alleen maar in de weg. Dus die moeten eraan. En dan eentje, ja, hopen dat het een dame wordt. Als je het nodig hebt. Pionnen worden geofferd. Het is gezegd, en dan kan je zeggen, ja, die soldaten hadden dat moeten weten. Ja, het hele punt is dat zelfs naar mij momenteel nauwelijks wordt geluisterd. Dus hoe moet ik die soldaten dan waarschuwen? Dat ze maar pionnen zijn. Op het schaakbord dat de wereld heet. Bedoeld om geofferd te worden. Ja. Kijk, in de tijd van de Maya's, als je dan een maagd was en het was het offerfeest, ja, dan was jij mooi de ja, eeuwige jachtvelden. En daar kon jij niks aan doen. Het is erg tijd geweest hoor, dat is gebeurd. Maar jij als maagd in die tijd kon daar niks aan doen. Jij als soldaat. Dat is jouw keuze geweest. En die man in kwestie, die naast mij zat, aan de grote, je hebt een kleine ronde tafel in Café de Wacht en een grote. En die is laatstelijk weer helemaal opgefripserd met nieuwe kleurtjes. Ik zat met hem. Maar hij heeft zwaar betaald. Want wat hebben ze nou gedaan? Het zit als volgt. Wat ik denk, pin me er niet op vast, de waarheid is dat ik dit momenteel in 2018, en wat is de datum, dat weet ik niet precies, dat maakt er niet zoveel uit, maar wat ik denk. Het waren die katholieken die de orthodoxen eruit willen hebben. Want de orthodoxe, dat is een geloofsgemeenschap, heel armoedig. Dus arm en moedig. Er zijn vele orthodoxe gemeenschappen en de orthodoxe gemeenschap in Rusland, daar is meneer Poetin zich mee gaan bemoeien. Daar maak ik me zorgen over. En die orthodoxe gemeenschap in Servië, daar had de paus geen invloed op. Zij lazen hun Bijbel. Je gedraagt je. En voor de rest kan iedereen je rug op.
En die Serviërs, die hadden een leger? Zo de knetter. Ze waren nummer 4 op de wereldrangorde lijst. Claudia, die ik aan het begin heb laten zien, die heeft met vuur geschoten toen ze 8 was. Dus geef haar een gun. Die schiet wel raak. Dus die Serviërs, die lieten zich niet pakken. En de paus heeft de hele NATO erbij moeten halen om die Serviërs te pakken. Dat kon hij in zijn eentje niet doen vanuit Rome. En dan ons ingeschakeld. De paus had eerlijk moeten zeggen tegen ons van hallo, ja ik ben de paus en jullie hebben een hele grote hekel aan mij. Want ja, je weet wat ik allemaal heb uitgefroten. En ik zou graag willen dat je mij gaat helpen om mensen net als jullie een kopje kleiner te maken. Dat had hij eerlijk mogen zeggen. Dan hadden onze jongens geweten van ja toedeledokie, dat doe ik niet aan mee. Wisten die jongens veel. Die gingen op vredesmissie. En wat heeft de paus dan gedaan in dat gebied? Nou, hij heeft het volgepompt met Mohammedanen. En de waarschijnlijkheid is dat de Mohammedanen hun cultuur hebben laten leiden, zoals een dombo bij zijn neus genomen wordt, door de paus. De Koran staat vol met waarheden. Wat mij betreft mag je niemand beledigen die een boek gelezen heeft en ter harte heeft genomen. Ook geen Koranisten. Regel 1. En de Koran, dat is een modern werk. Ja, maar modern is altijd beter dan hoe het vroeger was. Dat is helemaal niet zo. Modern betekent niet dat het beter is dan vroeger. Modern betekent het is meer van deze tijd. En je gaat mij niet lopen beweren dat deze tijd in essentie beter, mooier, prachtiger is dan vroeger. En joh, mij niet te gaan betichten dat ik een onheilse dingen. Ja, het is nou veel. Maar het is nu echt heel erg hoor. En vroeger was het beter. Nee. Nee. Het is gewoon dezelfde soep, sorry. Ik ga geen oordeel hebben. Wat ben jij gek? En wat was er nou? Wat hebben ze gedaan om die Serben. Serven, zeggen we dan. Nee, het is Serbia. Die moesten in een kwaad daglicht gesteld worden. De publieke opinie moet gestuurd worden. Want wat ze geflikt hebben, is dat ze onze jongens gebruikt hebben om de paus te dienen. En dat hadden ze van tevoren mooi mogen aanmelden. Hè? Maar dat deden ze niet, ben jij gek? Want er was oorlog in Joegoslavië. En nou, dan moeten wij een vredesoperatie gaan doen. Ja. Dat is edel werk, hoor. En je krijgt toch €1300 in de maand. Nee, dat was toen guldens. Nee, wat krijg je als soldaat eigenlijk? Niet heel veel, hoor.
Je kan er niet een jacht van kopen. Die ergens bij Montenegro in de buurt. En dan kan je 3 keer per jaar naartoe. En dan ga je lekker zeilen met je brunette. Of je blondine. Dat kan je lekker vergeten hoor. Als soldaat krijg je net zoveel dat je in leven kan blijven als je terugkomt. Op de geitenbult hier in Arnhem. Want die gevallen ken ik ook. Arme jongens. En dit gaan we nooit meer doen. Ik zou me echt... Ik kan me voorstellen dat als Nederland dit nog een keer gaat doen... Dan maken we er één groot FEMA-kamp van. Uithongeren die handel. Want dan heeft dat echt geen zin meer. Een ezel stoot zich in het algemeen geen 2 keer aan dezelfde steen. Ja, maar Perry, nou doe je wel heel ingewikkeld. Nu ga je dus zeggen dat wij moeten uitstijgen, zelfs boven ezels. Ja. Zo is het wel bedoeld. Ja. Of je wordt zelf een ezel, vind ik ook prettig. Dan mag je elke dag een zware last gaan dragen. En als je niet hard genoeg doorloopt, krijg je met een bamboe stok op je billen. Of zoals George Orwell het zei, dan lig je voor eeuwig in de modder met een laars op je hoofd. Ja, vind ik ook best. Ik hoop dat ik spreek tegen Nederlanders die snappen dat je dit helemaal niet had mogen doen. Nou, die arme karremans. En die jongen die ik dus persoonlijk ken. En ik ken ook mensen die in Libië hebben gezeten. Libanon hebben gezeten. Libanon. Ik ken jongens die hebben in Afghanistan gezeten. Ik ken een jongen die heeft tegen Ronnie van Brunswijk gevochten. Die jongen is uit Suriname naar Schaarsbergen gehaald. Daar kreeg hij trainingskamp met ertessoep. Dus hij vond het best. En toen werd hij terug naar Suriname gestuurd. Hij kreeg een Uzi en een Browning. En een Uzi, dat is een mitrailleur. Zo onnauwkeurig als ik weet niet wat. Dat is sproeien met kogels. Ik gokte nog tegen hem van hoe lang doe je met 1 magazijn? Nou, het antwoord was 20 seconden. Ik zei, ja, dan moet je wisselen. Hoe deden jullie dat? Oh, zei hij. Wij hadden 2 magazijnen met duct tape. Die dikke, vette plakband. Waterbestendig. Wij deden 2 magazijnen met duct tape. En als die ene op was, had het ratsch, ratsch. En dan door. En als je Uzi op was, dan had je je Browning nog. En dan Browning is een handvuurwapen. Dus een Uzi die hou je eigenlijk tegen je zij aan. Denk ik, ja, je zij. En dan is het gewoon sproei, sproei. Sproei, sproei. En een Browning, dan moet je mikken. Die vent is helemaal getraumatiseerd. Hij zit hier in Nederland met een uitkering en terecht. Voor het vechten tegen Ronnie van Brunswijk. Zo. En die jongens die in Libanon hebben gezeten, die heb ik ook gesproken. Knettergek teruggekomen.
helemaal van het padje af. Boos, zijn ze. Allemaal. Degene die ik ken, hè? Die zijn boos. Die zijn boos omdat ze bedrogen zijn. En zij weten dat ze bedrogen zijn. Door de paus. Dank je wel, meneer de paus. Voor de heilige oorlog of zo. Het ging bij die oorlog in Servië tegen de orthodoxe christenen. Niet katholieken. En die Serviërs moesten in een slecht daglicht gesteld worden. Om de bombardementen die daarna zouden gaan volgen voor ons acceptabel te maken. Die Serviërs, dat moesten de klojo's zijn en de Mohammedanen, die waren zielig. Het is een schaakspel wat ze gespeeld hebben. En wij maar kijken naar de tv en alles geloven. Daar ging het om. Ze hebben een enclave georganiseerd onder ons toezicht. En wij waren een bataljon. Dan kan je uitrekenen hoeveel mensen dat zijn. Het bataljon stond onder aanvoering van Karremans. Zij hadden tot taak om de Mohammedanen te beschermen tegen de Serviërs. Vredesmissie. Het verhaal doet de ronde dat de mannen in die enclave en die sanctuary, in dat vluchtoord, dat de mannen stiekem Servische dorpen aanvielen. In de nacht. En overdag, oh, niks aan de hand. Nee, we zijn even eentje wezen wandelen. Meer niet hoor. Toen is die Servische generaal, die heette Mladic of zo. Die kwam eraan. Die was het beu. En die zei, ik ga ze terugpakken. We pakken het probleem aan bij de wortel. Namelijk die enclave waarvanuit nachtelijke aanvallen worden gedaan. Er gaan huizen in de fik, er worden bommen gegooid en we zijn het beu. De Serviërs hadden dan het beste leger, nummer 4 op de wereldranglijst. Er wilde geen oorlog. Ze wilden een heel goed leger. Maar geen oorlog. Servië heeft helemaal nooit oorlog gevoerd tegen Bulgarije of Roemenië. Het punt is dat als er dorpen worden vernietigd, huilende vrouwen, dat is een overtreding niet alleen van de Bijbel, maar ook van de woorden van Bob Marley. No woman, no cry. Dus daar gaan we wat aan doen. Nou, en dan is de vraag, was het nou een goed idee dat ze Dutchbat geen wapens hadden gegeven? Ik laat mij even een pauze vallen.
Want stel, Dutchbat had wapens gehad. Dan hadden wij die Mladic. Met zijn kapiteinsmuts. En al zijn vrienden. Van even hier naar Tokio geblazen. Dat had ook nog gekund. En toen heeft Wim Kok, dat was toen de premier, of de minister van Huppeltje Pup. Ik denk dat die premier was. Eerste minister. Die heeft gezegd tegen die Franse generaal, hou je wapens terug. Want het is niet de bedoeling dat wij die Serbiërs gaan bombarderen nu. We laten Mladic en zijn troepen lekker in leven. En we gaan daar. We gaan de Nederlanders laten afzeiken. Misschien is het goed geweest. Veel. Ja, behalve dat ik het er niet mee eens ben dat we überhaupt Serbië hebben aangevallen. Wat hebben die mensen dan fout gedaan? En ze hebben ons gebruikt om ons te laten afzeiken. Zonder wapens. En er zijn ook nog 6000 Mohammedaanse mannen verdwenen. En dan Wim Kok naar Srebrenica toe gaan en excuses aanbieden. Excuses voor wat? Als ze ons die luchtsteun gegeven hadden. En ook dat wij niet alleen met een Browning lopen. Maar een punt zoveel gun hebben. Dan schieten wij wel terug. Als het onze missie is om die Mohammedanen te beschermen. Dan gaan wij die Mohammedanen beschermen. En als die Serbiërs dan chagrijnig zijn, dan gaan wij 's nachts patrouilleren. Van nee, je gaat niet midden in de nacht even een eindje met je brommertje en je weet ik van wat voor bom. Dan houden we dat wel in de gaten. Dan gaan we tegen die Mohammedanen zeggen, jongens, als je niet wil dat de Serbiërs eraan komen, ja, hou dan op met nachtelijke aanvallen. Of we schieten je dood. Want wij zijn hier op vredesmissie. En dan willen wij wel guns. En een nachtkijker. En luchtsteun. En dan sneuvelen er maar een paar bomen. Wat maakt het uit? Wij zijn aan het beschermen. En wij vechten tot onze dood. Dat was de bedoeling van de strijder. En een beetje in een gevecht gestuurd worden. En joh, de vijand heeft een punt 22 huppeltje pup. En jij kreeg een kussen. Mag je ook met het kussen slaan? Ga er weg. We zijn erin geluisterd. En dan excuses aanbieden. Nou, Wim Kok mag ze excuses aanbieden. Dat hij zegt van, joh, ik heb de luchtsteun vanuit Frankrijk, die heb ik afgeblazen. En sorry. Maar dat zegt hij niet. Er loopt een beetje te janken over die 6000 Mohammedaanse mannen die verdwenen zijn. En waar zijn ze dan? Ja, die zijn door de Serviërs in massagraven gedonderd. Alleen we weten niet waar ze liggen. Maar, Treblinka, hebben we ook nooit massagraven gevonden. Dus dat zegt helemaal niks.
Ja, het is leuk als je zo denkt. Van mij mag je zo denken hoor. Ik denk dat de Serviërs daar het niet echt mee eens zijn. Maar die voelen zich verneukt. En ze zijn verneukt. En wij hebben meegeholpen om die Serviërs in een kwaad daglicht te stellen. Want wij hebben geen luchtsteun gegeven of whatever. En die 6000 verdwenen mannen, waarvan niemand weet waar ze liggen. En dan wel tegen de orthodoxie in. En waarom? Ik kan over Vietnam gaan beginnen. Dat is ook zo'n leuk verhaal. Dat is precies hetzelfde verhaal. By the way. Allerlei mensen in een kwaad daglicht stellen, terwijl ze helemaal niks kwaads gedaan hebben. Wat deden die Serviërs nou fout? Door mijn Servische vriendin, die gaat bonensoep koken. Ja, mag dat? Of mag dat alleen in Bagdad? Arme Irakezen, die zijn ook zo lekker te grazen genomen. Hey, je blijft ermee lachen hoor, met die paus. Altijd weer wat nieuws. En mijn aanstekers doen het niet. Heb ik deze nog? Die is navulbaar. Nee, die moet even vullen. En ik ben toch naar de afronding toe. Wat ben ik nog vergeten? Oh, die Karremans. Die arme man. Die is gevraagd door zijn superieur om een speech voor te lezen. Hij kreeg een document in handen gedrukt en er werd hem gezegd: lees dit voor op de tv. Dat heeft Karremans gedaan. En daarna werd tegen Karremans gezegd: dat mag je helemaal niet zeggen. En Karremans was de bok. Ze hebben ons Nederlanders naar Srebrenica gestuurd, zonder wapens, vanwege een of ander conflict met de Serviërs. En dan de commandant vooral voor gek te zetten. Ik weet niet waar Wim Kok momenteel verblijft. Ik heb ook helemaal geen zin om met die man te praten. En ik krijg mijn aansteker niet aan. Maar nu wel. Wat hij gedaan heeft, waar Wim Kok mede voor verantwoordelijk is. Voor dat gedoe. Op ik weet niet hoeveel kilometer afstand. En het heeft een patiënten gekost in het kader van de NATO. Het leger van de paus. En dan onze jongens wegzetten als idioten. Wat moet je nou doen? Je bent die enclave aan het verdedigen. En je wordt aangevallen met, ja, heavy guns. En jij met je proppenschieter. En je commandant, hè, meneer Karremans, maar bellen en zeggen we, ja hallo, dit trekken we niet. Wij gaan down. Nog geen enkele hulp. Dat is gemeen. Het is gemeen hoe die Serviërs met dat hele Srebrenica verhaal in een zwart daglicht zijn geplaatst, zodat ze vervolgens lekker wel met luchtsteun half dinges naar de Rasmodee hebben gebombardeerd.
Want iedereen dacht, ja, die Serviërs, die hadden het zien aankomen. En dat was het nut van het Dutch Bat. Ze waren een onderdeel van een propaganda-operatie. Het waren acteurs. In een geregisseerd spel. Arme jongens. En wij gaan dat nooit meer doen. Of we zijn gek. En dat zou erg zijn. Dat de Nederlanders ook behoren tot het volk der gekken. Het is streng. Het is streng. Het is streng. Maar eng. Die andere is... Het is... Helaas, 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 maar pindakaas. Er is geen andere oplossing. Het is fijn dat jullie geluisterd hebben naar dit verhaal over Srebrenica en hoe die lekkere paus alles verneukt. Met name de gelovigen, de zachtmoedige mensen. Die gaat hij pakken. Stuk voor stuk. En ons. I en I. Zegt Bob Marley. Dus ons. De Elohim. Op zijn Hebreeuws. Wij kennen dit probleem. En wij. Hebben overleefd. Dus wij zijn de survival of de zachtmoedigen. Die kunnen overleven. En hoe kan dat? Nou, dat komt omdat dat moet. Er is niks anders dan zachtmoedigheid. En het andere is dat je geen zachtmoedigheid hebt. En dan ben je katholiek. Dan ben je van de nieuwe wereldorde. En die is dan beter dan de oude wereldorde. En dan ben je dat. Jouw keus. Hey, dankjewel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjuhus. En dag lieverds.